Wat doet de commissaris van de koning? Weet jij dat, Lee? Nee. 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 Nee, ik zou het niet weten. Die vertegenwoordigt volgens mij de koning. Een commissaris coördineert het bestuur in de provincie Flevoland. En tegelijkertijd is hij tussenpersoon naar het kabinet, naar de ministeries, naar de Tweede Kamer, Eerste Kamer en daarmee een belangrijk boegbeeld voor de provincie. In de volgende commissaris van de Koning vind ik het heel belangrijk dat hij Almere vertegenwoordigt. In de zin van dat hij de koning nog eens uitnodigt om langs te komen in Almere. Als die persoon zich goed kan verwoorden en weet wat hij wil, denk ik. Dat hij dat goed kan uitdragen richting de politiek in Den Haag. Ik denk dat het gewoon iemand moet zijn die veel naar burgers luistert. Er moet vertrouwen zijn, er moet eerlijkheid zijn en er moeten daden zijn. Op 1 november ben ik 15 jaar commissaris van Flevoland geweest en dan stop ik ermee. U kunt nu uw mening geven hoe de nieuwe commissaris eruit moet zien. Welke capaciteiten moet hij hebben? Wat heeft u bij mij gemist? Wat u bij een nieuwe wel graag zou willen zien? Wat heeft u bij mij gewaardeerd? Wat zou u willen houden? Laat u dat weten, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij het zoeken naar een opvolger. Welke thema's zijn voor mij belangrijk? Ik denk de huizenbouw. Muziek en cultuur. Milieu en energiekosten. Stikstofcrisis. Ja. Goed focussen op de multiculturele samenleving. Samen maken we Flevoland. Geeft u ook uw mening? Dank u wel.